Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA nummer 5. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk lekker verder waar wij de vorige keer zijn gebleven. Afgelopen vrijdag hebben we gaan even vandaag geen missie doen. Dat weet ik wel. Ja, nu even niet, vriend. Dan ben je mij dadelijk wel terug. We gaan gewoon lekker door waar wij zijn gebleven. Ja, dat kan wel helemaal goed. Prima, goed. Ja, wel goed. Goed, ja, goed. Prima, goed, ja, ja. Ja, wat moet je nou weer? Hey, Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Oh. Plus geld. Ach. Ik krijg geld van Marta Madrazo. Oké. Ja, we kunnen natuurlijk zeggen, we gaan allemaal dingen kopen. Zoals deze hier. Die is voor Franklin, dat weet ik wel. Die Trevor. Trevor. Die is 10 miljoen kunnen we niet kopen. 20 miljoen kunnen we niet kopen. 30 miljoen kunnen we niet kopen. Kunnen we niet kopen. Die kost 10 miljoen. Ja, ik denk dat we eerst gaan switchen naar Franklin. Ja, kijk wat hier nog een aanbieding heeft. Oh, ik kan mijn dingen stoppen, is niet helemaal aangezet. Oh, hoi Frank, die hebben we al lang niet meer gezien. Ammunition, ja, ik hoef niet naar de ammunition. We gaan eerst even onze auto pakken. Maar dat vind ik wat fijner. En dan gaan we eens even van alles kopen. Een beetje wat Franklin kan kopen, kopen we gewoon. Kijk maar neer! Dan zet je zo plat. Help meneer! Hoehoe, dat ging me net goed, vriend. Zo doorheen, op de. Ja, die T is dus echt voor Trevor. Oké. Okay. Oh, dat is natuurlijk die Waar dat. Woehoe, dat ging wel net goed. Ja, want ik weet wel dat Frank een taxibedrijf kan kopen. Dan krijg je niet zo heel veel geld, maar het is beter iets dan niet. Ja, ik ga niet naar jou. Geen auto. En die. Hoef Street Garage. Ja, laten we eerst deze gaan pakken.
Franklin heeft niet zo heel veel geld. Ja, op hier. Ja, nee. Dus we krijgen toch wel weer wat nieuwe missies erbij. Als we gewoon met iemand even gaan spelen, dan krijgen we vanzelf mails, berichten. Whatever. Hier is dus dat taxibedrijf. Nee. 200.000. Ik zit helemaal verkeerd, dat is niet die. Verkeerde weg! Eromheen rijden. Hier zo is dat. Kost 200.000 en ik krijg 2.000 per week. Ik heb hem gekocht. Downtown Capco. Dus al het geld. Kijk. Natuurlijk leuk en aardig. Franklin. Die kan natuurlijk, als je met de taxi wilt, kost voor hem gratis. Dus hoeft hij niet voor betalen, omdat dat, hij is nu de baas ervan. We hebben nog 47.000, daar kunnen we dus niks van kopen. Of is er iets? 10 miljoen, 20 miljoen, 30 miljoen. 204.000, kan die niet? 150, 275 kan die ook 780.000 600. Dan moeten we ook deze nog hebben. Wat is er nou weer? Yeah, who did? Oh, hello. This is Raul from the cab company. They said you bought the business, so I wanted to introduce myself. Alright, cool. Yes, yes. Good to meet you. Kijk, nu kunnen we af en toe bellen. Some of our regulars can be a little fussy, but what do you expect? And not less, right? I'll give you a call if anything comes up, okay? Alright, sounds good.
Even kijken op de kaart. Misschien is het handig om een taxi bij ons tevoren neer te zetten. Dat kan. Was dat net? Wat is dit? Soy un mexicano humilde y me preocupo por el estado de la raza humana, pero como no sé hablar inglés, me tratan como un idiota a las manos de los idiotas verdaderos. ¿Sabes qué? Sé hablar inglés bastante bien. Sé decir ¡Icola! ¡Y Hasta Burger! ¡Y iFruphone! ¡Y todas las cosas que importan tanto! Solo soy un actor mexicano chilando sin saber qué más puedo hacer. Porque estoy tan enojado en la manera en que nos tratan. Este país... Hey, what's cracking, man? Hola, señor. ¿Habla español? Shit, not too much. Pues en ese caso podrías perder algunos cuantos kilos y tirotear menos gente. Man, I'm not sure what the fuck you just said, but probably so. Can you see the huge rest? Dan gaan we eens even. Dus een taxi kunnen pakken. Om dan uiteindelijk voor onze voordeur neer te zetten. Ja, en nu zit ik vast. Even rijden, dankjewel. Goed. Goed, 13.000. Ja, ja, doe maar. We kunnen wel allemaal auto's hier opslaan. Nou goed, dat geldt van de overal dat hij Franklin weer werkt, want hij heeft nog maar 17.000. Ik denk meer met de boot dat meer voor Michael is en deze voor Trevor. We gaan dus even switchen naar Michael, want Franklin die kan nu niet meer. Dus kijken waar die gas uithangt. Kijk, hij zit nog altijd hier. Garage pictures 10 miljoen het is nou mijn boot dus gaan we eens even kijken of hij daar terecht kunnen komen ja, ik hoef niet zo'n schrotpak te hebben. Thank you.
Ah, deze zwarte hier. I know. You work really hard and you travel a lot. I'm off the car, I'll be gone. Mag ik er even in? Dank u wel. Doei. En dan kan dat in een soort... Voor is hij? Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. Dus je nog steeds dat ze boos is dat ik er voor keer tref. Never! I hate you! Boos, jongen. Kijk of wij dat er met jou geld voor kunnen krijgen. Oeh, uitkijk waar we rijden, jongeman. You entitled piece of shit. Gaat hij neem ik aan met die gast hier zo. Volgens mij zijn we er bijna. Dus misschien... Hey, what's going on, brother? Let's be a step for mindful. Nee, dan kunnen we alleen 75.000. Want dan kun je gewoon hier boten aanleggen. Dat is alles. En dat is allemaal jouw schuld! Nee, dan gaan we verder zoeken. Nu dat we toch hier zijn, kunnen we deze ook even meteen gaan kijken. Want als deze ook gewoon zo is, ja dan... Dit is gewoon geen zin, hoppatee. Dan moet je maar niet zo met de straat overgaan. Dan niet dan. Nee. Die kun je dus ook niet kopen, hè? Ook Trevor niet, ja, die kunnen we wel kopen. Dat is dus niks aan. You moron! En dit dan, wat is dit dan? Het is een meer plek voor Franklin, denk ik. Deze is 20 miljoen, kunnen we niet?
10 miljoen. Laat het daarin gaan. Kijk, dan hebben we zeker allemaal één ding. Wat we zeker weten dat we sowieso inkomen al hebben. Niet al te veel, maar ja. We kunnen weten iets dan niet, omdat we bijna geen geld hebben. We moeten toch echt flink veel geld hebben. Maar ik kan natuurlijk ook die golfbaan kopen. Maar die kost reetas veel. Zoveel geld dat heeft Mike ook echt niet. En als je dat wil, dan ben je echt rijk. Hij heeft maar 830.000, hè? Wekelijkse inkomen, dat kunnen wij wel doen. Nog 80.000. Hier, die golf aan kost 150 miljoen. 20. 150.000 is 10 miljoen. 204.000. Smoek ontwater. 30 miljoen. Het zit helemaal hier en daar heb ik echt geen zin in. Oké. Okay. Gaan we naar Trevor? Die is. Ik kom niet dat hij thuis is. He was asking to get spiked. If anything, he should pay me for the product. This ain't happening. I don't need a socialized police to deal with scum like you. Okay. Wat nog wel die garage kunnen kopen voor. Stap maar aan, vriend. Oh. En nog ga je het krijgen ook nog. Ligt hij? Hij ligt, hè? We doen hem maar snel peren. Voordat de politie eraan komt.
zit hij hier maar hier joh. Oh, sorry, je moet je de pizza ontsnappen. Als ze nou even allemaal gingen move, hè? Would you open your fucking eyes? Ja, ze hebben het zelf gevonden, hè? Het is wel heel wat vlucht, hè? Politieboot. Toen zijn je zij in lopen, oh. Can't wait to hit the park this weekend. Hit the pipe and get some serious fucking hospital air. Well, dude, you should see this asshole. Good lord above. Dan gaan we gewoon even met de fiets. Oh, 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 oh. Ik moet daarheen, dus als ik nou... Only friendly car. Oh, only Franklin. Dan wel. Kach, dat is misschien ook iets van. Ja. Ja. Ik denk dat we eerst even de nacht gaan overslaan. Anders gaan we iets met Franklin of zo doen nog. Dat we hem meer geld gaan laten verdienen. Bring it, you big bitch! Yo, yo, fuck y'all! What up? What up? Jump, bitch, jump! Hey, chill the fuck out, nigga! Hey, won't y'all leave, homie? You pussy! They got surgery to correct that shit, you know. Damn!
Jij ook nog? I bruise, motherfucker. Je mist is weg. Goed, dan gaan we even slapen. Dan gaan we naar de taxi. Dan gaan we gewoon naar wat voor de taxi. Moeten we even gewoon gaan kijken. Kan ook leuk zijn dat we geld verdienen bij je taxi. Kijk hoe dat is. Zo. I'ma have a gentleman calling later. Yeah. So make yourself scarce. You're coming to church with me. No fooling. Can I get a cab out to me? Of course. Driver should be with you soon. Cool. Goed, ik heb nu de taxi gebeld, dus als het goed is komt er een taxi aan. Ja, Frank die heeft maar 17.000. Ja, die kan. Oh, deze taxi wil ik. You get robbed, chief! Ah! James and Enforced Attorneys, they hook you up! Ya milicia, call him now! Raza pandilla, estamos en el FM! Als ze dit doen, dan gaat hij hier kijken. Kijk, mensen kan. You can get that one to me. Kijk. Want als ik... Okay, change the plan. You're gonna have to give that job to someone else. Kijk, nu zeg ik het annuleer aan zijn nu. Anything going, dispatch? Copy that. I've got someone for you. I got it. Roger that. I'm sending you the location now. Kijk, dan kan ik nu. Damn! Taxi! Hij weet ook waar hij naartoe moet. Die moet helemaal daarheen. Zie je dat? Kijk. Watch out! What the fuck? Kijk, als het goed is ook geld. Gaan we eens even kijken. Als het goed is, kunnen we dus gewoon zelf automatisch mensen afzetten. Oeh, dat ging, dat hebben we hem net te pakken gekregen.
En anders gaan we dadelijk nog wel eventjes wat leuke dingen doen met z'n drieën. Dan toch eens even met z'n drieën, dus yo, good looking out. Krijn staat 233. Dat is even voor dit doen. Hey, what you got, dispatch? I got a pickup not too far from you. Sending you the address now. Sure, I can take that. Wait, okay, forget that. Something just came up. Ik ga naar huis nu. En dan gaat die taxi er goed erin zetten. Heb jij getrapt zijn telefoonnummer? Oh, Jimmy, Lamar, Lester, Michael, Simeon, Stretch, Tanisha, Tonio. Nee. Dus dan zal ik wel met Michael moeten gaan. You got a pickup for me. This is dispatch. I got a job going right now. Oh yeah, I'll take that one. Zie je, als hij in de buurt is, dan geeft hij dat automatisch al aan. Maar ik wil graag deze auto opslaan. We kunnen gewoon kijken. Of hij het is ook gewoon ja. Dan hebben we in ieder geval een taxi. Zou ze nog... just came in. Who wants to do a pickup right now? The fuck? Zo. Hey boo, I knew you couldn't stay away. Kijk, hop. Zo, met die voor. Ja. Zo. Dan ga ik nu switchen naar Michael en dan kunnen we Trav bellen en Franklin natuurlijk. Bel weer Franklin op. Ja, het ziet er wel beter uit. Contact. Franklin. Franklin, hey kid, how about we hook up for some R&R? Oh, sure, it'd be good to kick it with you, man. But call me if you need to cancel or something. All right, I'll be there soon. Meet Franklin. And now, can we? Stond Trave daar nou? Hang on. T, it's me. So I'm meeting up with Franklin. You want to join us? Absolutely love to. Cool. I'm on my way. Okay. Dan gaan we gewoon iets tofs doen. Waar staan die gasten?
Fuck, wie is hem? Pak weer eens hem op en dan gaan we door. En volgens mij is dat Trevor. Dat is Franklin. Hey, good to see you, man. En dus hier zit de Trevor. Die zat daar te hangen. So, let me ask you a question, kid. Yeah, sure. Does this town make everybody crazy? I mean, since we moved here, my wife, my son, my daughter, me, we've all gone insane. Everybody I meet is insane. Is it the place, or the times, or what? Well, man, I always lived here, homie. So I guess I'm the last person you should be asking that question. But for the record, based on you, me, my aunt, and all my friends, pretty much everyone is crazy. Check it out. You got lucky, buddy. Cheeks, is your watch broken? You're late. Ja, sorry, ik weet het, maar wat later. Get our nails done. Goed. Ik denk dat we kunnen met chaos gaan trappen. So what were you two like when y'all was kids? Well, Michael always was a bit of a pussy. Yeah, Trevor was always a lot of a psycho. We'd do a job, and he'd want to leave town right away. We could never make friends or contacts anywhere. He'd kill someone in broad daylight, we'd have to jump town. Like I said, a pussy. Shit! Cops! Alright, let's go! Okay, now begin, sir! Dan gaan we even instappen. Totdat ze komen. Nou, we gaan toch een beetje rot zo lopen te trappen. En ik kan nu gaan vluchten, hè. Zo'n beetje, toch nog een beetje lopen te klooien hier zo. Dan gaat dat nu extra waf. Thank you.
Oh. Zijn we nu toch daar een probleempje gaan krijgen, hè? Mijn bandenrek. Careful, eh? Oh, dank u. Nou ben ik helemaal alleen. Treffen was, ja natuurlijk. Nou, dan zorg ik ervoor dat wij gewoon niet gepakt worden. En dat is hier zo erg, dat is nog wel ver. Vast. Gaat hij mee? Ja. Dit station doorheen moeten. Goed, ik ga gewoon weer even switchen naar Franklin. Gewoon hier zo blaad, jongens, wij zien elkaar natuurlijk gewoon lekker de volgende keer weer terug. Ja. Goed, dat komt helemaal goed. Dus dan zien we elkaar gewoon weer lekker matig getrekken. Ik hoop dat jullie er nog een beetje zijn. Goed, kijk eens. Blijf kijken.
En dat is trouwens morgen weer goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!